Eerst wat ik aanzet is de motor. Controleer ik even of het roer het doet. Zet ik het stuurwerk aan. Dan gaan we. Het is niks zo mooi. Het is gewoon lekker varen. Ik heb een zoontje van bijna 4 en een meisje van 1. Misschien een klein beetje egoïstisch, maar goed, dit is wat ik het liefste doe. Je moet altijd keuzes maken tussen je man of je kinderen. I would like to take on the hand steering. Je moet 's nachts wel iets beter opletten, want je ziet gewoon, je ziet alleen maar lampjes. Vrouwen die varen. Donderdag bij Poont op NPO 3. Want mensen moeten ervoor betalen en ik mag het gewoon de hele dag doen. Dat is toch geweldig. Oh, yeah. Nou, dankjewel. Dan neem ik hem over. Toch wel een grote verantwoordelijkheid om een schip van bijna 200 meter ergens naartoe te varen. Ze zijn niet meer aan ze sturen, Rad. Dat is verleden tijd. Daar bedien je eigenlijk wel het hele schip mee. Man overboord, stuurboord achter! Het mooiste is de haven uitvaren. Daar heb ik eigenlijk altijd zin in. Vrouwen die varen, donderdag bij Poont op NPO 3. Er zijn veel makkelijkere manieren om met minder hard werken en veel meer geld te verdienen dan wat wij doen. In Vrouwen die varen. Heeft het waarschijnlijk allemaal gemerkt? We zijn gaan varen. Ja. Jongens, dat gaat niet. En vanaf die tijd mag u allemaal net zoveel pannenkoeken komen eten als dat u op kunt. You never trust a woman, hè? No! Then thank you everybody and enjoy your cruise. Als je echt continu serieus blijft, dan vallen ze in slaap. Bye, captain! Vrouwen die varen. Donderdag bij Poont op NPO 3. Die oude schipper en zijn vrouw die hier vroeger op dit schip wonen, die zouden zich omdraaien in hun graf. Vrouwen die varen. Bedankt, hè! Dit blijft leuk, altijd leuk. Gaan we snel naar boven naar de kapitein. Gaat ie hoor, vol gas. Komt even een golf aan. Je schrikt elke keer weer als hij gaat. Dat was het trosje volgens mij. Alsof het niks was. Dat ze allemaal een foto willen maken. Ik wil alleen niet weten wat ze met die foto's gaan doen. Vrouwen die varen. Donderdag bij Poont op NPO 3. Ik doe de bar, bedienen, opnemen, pannenkoeken bakken, varen, bootje losgooien. En zelfs de slagroom op de chocolade. In Vrouwen die varen. Ho, 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 ho. Sommige mannen die denken van, je weet toch dat ik geen orders van vrouwen aanneem? Oh ja, dan komen die waterscooters weer. Dat zijn net vlooien, man. Ik heb last van die waterscooters. Dat ze golven willen maken in mijn boot met mijn passagiers, dat accepteer ik niet. Vrouwen die varen, donderdag bij Poont op NPO 3.